Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. En jawel, vandaag gaan we wat ruilen doen hier in het village en wel hopelijk gaan we vandaag ook nog even langs de jungle om wat ocelots te krijgen. En wel, ik heb besloten om voorlopig even weer met de Minecraft graphics om te gaan en gewoon eens te gaan kijken of ik het echt gewoon niet meer mooi vind en of ik gewoon dan Faithful wil gaan gebruiken. Maar goed, laten we maar eens even wat ruilen gaan doen denk ik dan hè. Even kijken, we moeten eerst dan maar even naar de farm toe. Even kijken, oké. Gaan we even wat ruilen doen en wel. Ja, auw. Who the fuck? Goed zo. Goed, gaan we even wat wheat farmers vinden. Het vast niet echt, denk ik. Oké. 19 wheat was het, hè? Ja, even kijken, wat ruil jij? Oeh, porkchops. Er zijn die varkens in de buurt. Oeh. Ik mag dit village wel. Veel betere deals dan in dat village wat bij mij thuis rondharkt. Even kijken, zo. Ik denk dat ik het village wel ga opknappen, eerlijk gezegd. Want wel, dit is helemaal niks. Nou, met opknappen bedoel ik zeg maar gewoon een pad ertussen maken. En gewoon ladders zien en de farms maken. Gewoon een soort van ander, ja, idee dan die farm. Of nou, dat village wat bij mij thuis is dan. Even kijken, hoi. Ik wil wel eens weten of de mensen in die huisjes zitten. Oh, kijk, er was gewoon wol hier. Oh, god. Pom, 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 pom. Oké, okay, zo, we hebben 32 wheat, dat is nice. Oh, er is daar meer. Hey, dat is ook voor mij. Hey, daar is iemand. Kan ik die sprong maken? Huh, yeah, oké, wat heb jij? 14 wolven, what the fuck, wat zijn de mensen niet goed? Ik laat het denk ik zo, dan kan ik er gewoon alleen met ladders zo, dan is dit gewoon mijn plaatselijke ruildorp. Ja, dat ga ik doen, oh mijn god, dit is echt gewoon falend. Even kijken, goed, wel. Nog meer mensen hier. Wat is dit? Is het groot hier? Nee, ik wil even die kerel vinden waarmee ik wheat kan ruilen. Als ik hem dood heb geknald, hè? Met die pijl in de vorige episode. Serieus. Maar goed, jullie mogen een leuke reactie achterlaten met een suggestie voor de naam voor dit leuke village. Even kijken, dat is een emerald voor meloen. Dat is porkchops. Even kijken. Lekker zwemmen, jongens. Even kijken, wat heb jij? Librarian. 3 emeralds voor een bookshelf. Dat is echt gewoon waardeloos. Even kijken, wat hebt u hier? Wolven, emeralds, wel, dat zuigt ook gewoon, want wel, ik heb een veel betere iemand die emeralds ruilt. Voor, wol, even kijken, hier nog wat boeiends. Zou ik die bookshelves mee kunnen nemen? Nou ja, wat niet weet, meenemen, huppakee. Ze vinden het vast niet erg dat ik wat boekjes van hun leen, het is tenslotte een bibliotheek. En dan breng ik ze gewoon niet terug. Ze weten toch niet waar ik woon, dus kunnen ze toch geen adres aan naartoe verzenden. Of een ding chicken, dat is ook gewoon waardeloos. Even kijken, haar. Misschien ben jij het? Ik weet het niet, is een blacksmith. Jij was het niet, jij ruilde emeralds voor appels of zo. Jij chicken. Jij porkchop, jij ruilde wol ook al. En jij ruilde wheat voor emeralds, oké. Okay. Ah, oh, kom dan wat te kort. Misschien kan ik dan iets weer ruilen of zo. I don't know. Wacht, als het goed is, ja, hij laat een scheet. Dus nou kan die als het goed is. Oké, wat ruil jij verder? Een emerald voor. Yo, mensen! Wat is dat met meloen in deze stad? Volgens mij moet ik het maar Melon City gaan noemen of zo. Echt waar, dat zou wel een coole naam zijn. Melon City. Even kijken, oké, daar was meer wiet. Oké. Ja, meer wiet, jongen. Zullen we maar ruilen niet wiet? Nee, wij dealen wiet. Ja, nee, wiet eigenlijk, hè. Wiet, ja. Even kijken. Toch wil ik weten wat. Oeh, hallo. Wat zou daar zijn? Even kijken. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ondertussen dat dit hier allemaal bezig is, ga ik gewoon even lekker hierheen. En gewoon even kijken wat jij te ruilen hebt. Oké, dat is gewoon waardeloos. Zit hier nog iemand in? Ja, daar zit wel iemand. Huh. Verdorie. Heb ik eerst weer zooi nodig? Huh. Nou, dan meen ik maar even wat zand of zo. Ik had weer wat stand van thuis mee kunnen nemen, want ik wist dat het gedeeltelijk onder water zou staan hier. Nou ja, zo op zijn minst kan ik er dan bij. Ja, maar niet als jij er zo ver vanaf staat, jij oedlul. Oh, jij ruilt wiet voor emeralds. Oké, dus dat is in ieder geval een goed iets. Varkens daarboven. Iemand die ruilt ook porkchops, dus dan gaan we maar even die varkens doodmaken zo meteen. Oké. Ronald de handelaar. Hey, varkentjes, kom eens hierheen. Yo, bedankt. Even kijken, hoeveel hebben we er al? Oh, 3 al, dat is wel nice. Even kijken, ik moet hier naar boven toe. Hoe gaan we dit precies doen? Wel met een schep natuurlijk.
Hup, oh, holy shit. Ook hier heb ik even wat zwaarder, au. Hier heb ik denk ik wat zwaarder materiaal voor nodig. Even kijken, zo, even eten. Oké. Okay. Hey dudes, kennen jullie me nog? Boom, one shot, one kill. Boom, one shot. Even kijken, is die niet iets van... oh mijn god, alle torches zijn op. Dat is niet leuk. Is er niet iets boeiends of zo? Oh, cool. Ja, hello. But I just wanna say hello to you. Even kijken, goed. Cool dus. Ik heb iets te veel koffie gehad vandaag, nee hoor. Kijk, bij mij heeft thee hetzelfde effect als koffie. Ik weet niet wat het is. Er zit geen cafeïne of zo. Oh mijn god, het was door de berg heen gegraven. Dat is leuk. Hey dudes. Hey, Swampy Bio. Misschien is daar iets van een NPC, wat is of zo. Nou, ik neem de kool maar mee, want wel, ik kan wel wat torches gebruiken. Ik kan niet echt woed, dus als ik hier iets van woed vind, dan ben ik helemaal in business. Even kijken, zo. Nee. Ja. Ik heb zo lief van gekoerd in mijn hoofd. Ik weet niet wat het is, die was vandaag op 538 of zo. Zomer top 1000, I don't know. Chop. Ja, fijn, heel fijn, riegen. Ik voor mijn pakken zet ik ook maar even de saus lager, want anders wordt het echt vervelend. Want ik weet echt dat het regen echt gewoon vervelend is. En ook helemaal voor commentators. Auw, jezus. Oké. Okay. Hardcore parcours. Nice. Hier naar boven. Hier. Yo. Chop. Stel er boven, Ronald. Yeah. Holy shit. Dit is wel epic hier zo. Even kijken. 8 raw beef, lang hier genoeg. 8, daar zijn meer varkens. Knorrie, kom eens hier. Maar het wordt nog een redelijke challenge om... Wow. Epic. Maar het wordt dus nog een redelijke challenge om hier mijn vakantieresort van te maken. Even kijken, ik laat wel wat van jullie leven, denk ik. Dat ik hier in ieder geval iets van een pickfarm kan maken ofzo. Oh nee, er zijn ook varkens in het bos, dus ik slacht jullie gewoon allemaal. Ja, zo, dan is het te ver lopen. Yes, die zijn er zoveel. Ik kan lekker emeralds ruilen. Want ik kan wel wat extra emeralds gebruiken. Helemaal ook voor in mijn eigen stad natuurlijk. En wel, hier hebben ze echt veel betere deals. Moet je niet tegen hun vertellen hoor, anders willen ze niks hebben ruilen met mij. Dus gewoon even mondje dicht over dit village, oké? Ja, vind ik prima. Wat voor varkens. Porkies. Oh, zo ga ik deze aflevering noemen. Ronald speelt Minecraft, episode bla bla bla. Porkies. Oké. 32 al. Oh. En dat was maar iets van 16 of zo. Dus echt, het is echt OP lekker. Oh, nog meer. Oh ja. Oh, come to daddy. Fijn dat ik in plaats van mijn diamond sword een iron sword heb, want wel met fire respect kookt ze dat ook, dat is vervelend. Als je gewoon een flitter steel onder zo'n varken neerpleurt, en dan gaat hij in de fik staan, dan krijg je ook gekookte pork chops, dat is wel fijn. Al is dat wel een beetje verspillig van die één iron, maar goed. Want flitter steel raakt zo op. Maar het is niet echt verspillig van de iron, maar van flint. Daar is meer. Meer porkies voor Ronald. Och, er zijn er nog meer. Nee, daar ga ik niet in, dat is te ver. Maar waar één is, zijn er meer. Wow, wat is daar? Cave system, denk ik. Echt die pokkenregen, gadverdamme. Bah, bluh. I'm in a way along here. Jij dood, oké. Okay. Ja, ik kap die boom. Oh, appel, leuk. Dat bedoel ik dus. Als je met een axe tegen iets van leaves aanslaat of zo, alleen van oak, dan krijg je sneller ja, saplings. Dat geldt bij alles in principe, maar je krijgt het alleen apples bij oak saplings. Dus ja. Nou, blij dat ik hier naartoe ben gegaan aan deze kant. Hé, een bos. Dat is nice. Nee, ik ga terug naar het village. Ik ga daar even een fatsoenlijk waypoint zetten. Want wel, dat moet echt even. En het wordt toch donker, dus ik wil toch even slapen zometeen. Wacht, het is echt koud. Ik ga aan die chocolademelk zometeen. Even kijken, ik noem dit gewoon Village 2 of zo. Ik zet gewoon overal waypoints neer. En dan hopelijk crasht mijn dingetje niet. Oh, level 19 al, holy shit. I've been there way too long. But every day I miss you more and more and more. Ik weet niet echt hoe dat liedje maar 100% gaat. Alleen dat ken ik in principe. Pokies. Oh, ja, schatjes, kom maar. Moet je ook iets verkopen? Ja, ik weet het. Kijk, hier is geen regen, dat is mooi. Even kijken, sounds kunnen nou weer hoger. Zo, oh mijn god, mobs beginnen al te spawnen. No.
Oh, ik heb een leuk idee. Echt gewoon, ik heb een episch idee. Ik ga gewoon een hele omringend iets van cactus hier neerzetten. Dat ga ik gewoon doen. Nee, ik ga nu echt slapen, jongens. En ik ga echt gewoon even GG'en al die mobs. Holy fuck. Die moet ik wel even uitschakelen. Oké, okay, je bent lekker dood. Waarom staat hier alles open? Oh, oké. Okay. Hopelijk is iedereen binnen. Nice. Die branden toch al een mob zal op, dus wat dat betreft. Goed, nu gaan we eens even ons ruilrotzooi in de inventory doen, oké. Okay. Nou, hopelijk is alles opgefikt volgens mij wel. Ja, oké, okay. Wat ruil je ook alweer? Dat is waardeloos. Dat is ook helemaal waardeloos. Nou, eigenlijk niet echt helemaal waardeloos. Dit is wel waardeloos. Even kijken. Gewoon iedereen wil gewoon melons hier. Oh, hallo. Ik kom even wat wiet ophalen. Mag wel, hè? Ja. Even kijken. Zo, wat ruilde jij ook alweer? Bookshelves, wat ruilde jij? Ja, ook jij had ook allemaal melons. Wie niet hier in het dorp? Melonville of zo. Menville. Ja, Menville. Dat is een leuke naam, Menville. Ja, ik noem maar Menville, denk ik. Even kijken. Goed, Menville dus. Met een beetje domme namen eigenlijk. Nou, als jullie nog wat beters willen, dan laten we het even achter. Goed, wel. Meer villagers waar ik... Oh shit! Nee, ga weg! Jij emu! Burn in hell, goed zo. Waarom ben je gewoon niet dood? Ja, wat ben je nou dan? Wauw! Skills! Holy fuck! Hallo, wat zitten jullie hier te doen? Vinden we dit normaal of zo? Wie heeft gezegd dat jullie dit huis mogen huren? Jezus. Dat volk van tegenwoordig. Onverwachte huurders. Serieus. Nou, stack torches, dat is nice. Wel, diamond sword dan maar. Wel, ik zal er ergens gaan oplichten. My girl. Heb ik niet gezegd dat... Goed, wel, eens even kijken. Wie ruilde er ook alweer weed? Ik heb je uit mijn weed. Raadde jij weed? Nee, raadde alleen maar die verkrekte boekshelves. Jij? Nee. Hun? Jij dan? Nee. Jij dan? Oh, jij, ja, jij was die kerel die de porkchops allemaal raadde. Geef. Geef. En geef. En ja nog. En geef maar. Dank u wel. Nou, ga mijn scheetjes laten. Doe maar. Yo. Goed, wat ruil je nu? Kerel. Please, kom eens met wat beters. Anders ruil ik gewoon helemaal niks meer hier in het scheiddorp. Echt waar. Ja, je ruilde porkchops dan dus voor emeralds. Je ruilde raw chicken. Ja, dat heb ik op dit moment niet. Bookshelves, dat hoef ik ook niet in principe. Appels. Zal die vast met een domme deal of zo? Kijk, blacksmith. Die vind ik altijd wel interessant. Blacksmith. 7 emeralds voor een iron pickaxe. Ik ga het doen, zodat ik misschien iets van een diamond sword met enchantments krijg. Zo, je weet wat ik bedoel, hè. Dus ik moet even die kerel met weed vinden en dan ruil ik gewoon nog even wat meer weed met hem. Ik wil alleen even niet meer welke dat nou precies was. Jij. Nee, je ruilde melons. Je ruilde dat spul. Hier? Was toch iemand die dat ruilde? I don't know. Even kijken. Nou, ik kan binnen nog eens wat meer weed gaan oogsten of zo. I don't know. Misschien zijn hier nog wat mensen. Jij was die kerel die appels ruilde. Ja, hier misschien. Nee, jij ruilde dat. Ja, jij ruilde dat. Wacht, die zit vast. Die zit vast iemand vast of zo. Oh, ja, mag ik dat? Hey, dude. Iemand vast die zo. Holy shit. Nou, er kan iemand opkomen. Dat is goed. Oh, shit, sorry. Ik ga gewoon even een pad maken, dat ik in ieder geval een fatsoenlijke... Oh shit, sorry. Oh, kut, sorry. Dat ik in ieder geval een fatsoenlijke weg heb om hier op te komen. Even kijken. Oké, okay, ik replant het wel. My god, dat is prins daar wel over te zeuren. Volk vertegenwoordig. Even kijken. Ja, dank u. Waar is de kerel die weed ruilde? Ik weet dat hier iemand was. Was hier ook iemand hier in dit huis? Ja, ja, er was wel iemand. Die ruilde appels. Ja, wat boeit mij dat nou? Nou, jij wilt daar ook alweer op natuurlijk, dus even moet je even opdonderen. Ja, schuif, oké. Okay. Zo, dan kun jij daar ook op, oké. Okay. Nou, jij ruilde. Ja, je ruilde wel weed voor appels. Dan doe ik dit zo, want ik heb bij jou nog niet geruild, dus. Nou, scheetjes laten, oké. Okay. Dit is niet heel slecht. Nee, ik wil eigenlijk nog één emerald en dan ga ik die deal doen met die, mongol. Die emeralds voor een pickaxe vraagt. Dus ja. Nou ja, die een pickaxe geeft voor emeralds.
Heb ik niet iets om... Ja, oké. Okay. Nu kan ik hier in ieder geval opkomen. Zonder dat hardcore parcours geneuzel. Even kijken, een bruggetje maken of zo. Is in die trend. Yo, hier is weed. Heb ik geen bonus gekregen? Ja. Oké. Holy shit. Oké, mooi. Dit is nice. Dus we hebben wat extra weed voor de cars. Niet genoeg, maar oké. Nee, het komt in de buurt. Nog 6%. Even kijken. Ja, wol. Mos. Ja, was die stomme blacksmith? Nee. Ja, was die blacksmith niet op donderen. Hé, daar is iemand. Die is aan het zwemmen. Ben jij dat of zo? Die... Nee. Hier dan. Wacht. Wie ben jij? Ik ga even naar jou toe. Volgens mij, want ik weet dat die kerel die ruilt die porkchops volgens mij. Of die kerel ruilt wat anders. Ik weet het ook allemaal niet meer. Ik ga ze allemaal opsluiten in huisjes en dan ga ik de namen bij zetten. Hij ruilt dit, hij ruilt dat. Jij ruilde die shit dat ik niet hoef. Jij ruilde appels, dat hoef ik ook niet. Jij zit vast in dit huis. Wat ruil jij? YOLO. Ah, wiet. Oké, ook wiet. Oké, nice. Nou, ik ga even wat zand verzamelen. Dan kan ik in ieder geval een beetje een weg bouwen, zodat we bij huisjes in de buurt kunnen komen. Oké. Yo, ga je ook maar even wandelen? Even kijken, zie je ook nog iemand? Ja, hier zit ook nog iemand. En ik ben wel benieuwd wat jij aan mij wil geven. Kom jij maar eens even hier, jij mogel. Gerald, 10 gravel en een emerald voor flint. Dat is niet heel slecht. Het is slecht, maar het is niet heel slecht. Ja, wat wil jij? Appels. Wat heeft iedereen met appels en meloenen? Echt waar. Serieus. Serieus gewoon. Volgens mij is die kerel met die goedkope weed dood of zo. Nou, het is toch maar één weed extra, dus dat betreft. I don't care. Wachten dan dus. Tot er meer zooi gehoord. Wacht, hier. Zie je misschien een mongool ingegaan of zo? Nee, ook niet. Verdorie. Ik, god, man, dat juwel gewoon mijn ding. Vinden we dit normaal of zo? Jij dan. Ja, was die chicken mongool. Ja, jij was die porkchop mongool. Die kookt porkchop in één keer aan mij gaat geven. Mag ik nog niet de huisjes checken? Ja. Wat, jij? Oh, jij ook niks. Jij. Ja, boeiend. Verdorie. Mensen. Ga er gewoon eens even wat aan mij geven, want dit is niks natuurlijk. Nou, ga ik mijn wiet oogsten extra. Jongen. Nou, definitief, die mogol is dood. Serieus. Ach, dit. Zit ook geen zon aan de rijk, dit. Er was er één die 19 raadde, toch of niet? Die zat in zo'n huisje erachter. Ik zal er wel weer heen gaan, of misschien is hij wel weer naar binnen gegaan. I don't know. Ja, je raadde... Oh, 20. Oh, wauw. Ja, toen raadde je emerald. Ik wil nog één extra emerald. En dan ga ik die blacksmith opzoeken. En ga ik met hem ruilen. Wacht, ik zit al even toen ik waypoint. Hier, wacht. Ga ik even naar mijn huis toe. Ik zit menu. Even eten. Ga ik even naar mijn huis, zet ik daar even de waypoint. En dan gaan we even langs de weed. En wel, dan gaan we even ruilen. En dan sluiten we die episode wel af. Oké. Sea Town. Kan ik het ook noemen. A la Call of Duty. Gewoon Sea Town. Kan ik doen in principe Sea Town. Nou, ik kan er gewoon geen goede naam voor verzinnen. Oké, mongool, wat heb jij te ruilen? Vast helemaal niks boeiends. Oh ja, 21 weed. Jij afzetter. Hier dan. Yolo Polo Swag. Nee, ook niks. Hier buiten? Nee, oké. Oh, wacht. Hey, dudes. Oké, appels en emeralds. Alweer. Donder toch op, man. Oh mijn god, hier is een lekker bijeenkomst hier zo. Jij had dat. Jij had jack shit. Jij had ook jack shit. Nou, even waypoint zetten. Waar is mijn huis? Hier is mijn huis, oké. Nou, gaan we maar eens proberen naar de blacksmith. Zo meteen. Oké, waypoint. Waypoint at village. Village 2, mooie roze kleur, oké. Village 2 kan op of. Mooi kleurtje, oké. Deze kan. Oké, wat was lolk alweer? Oké, dat was dat tempelding, dus dan kan. Die op donderen. Remove. Oké, back. Oké, nou prima. Gaan we even langs de. Weed rotzooi en dan gaan we die blacksmith opzoeken en dan gaan we ruilen en ja. Dit vind ik best wel cool met dat tempel ding. Of nou ja, well ding. Weed gegroeid? Ja, ik zie een weed. Yes, kom hier. Ja,
Dan moet ik even naar die weedruil kerel, die zie je. Hey dood, ik kom weedruilen. Hier zo, ja, emerald. Yay, 7 emeralds. Nou, ruilen dan maar. Even kijken, ik had toch gewoon... Wacht, staat de blacksmith in de distance? Nee, staat de blacksmith daar binnen dan? Nou, ga je me zeker niet vertellen dat ik de blacksmith kwijt ben. Als dat zo is, dan ga ik een villager vermoorden. And I will. Trust me, I will. Hey dood, ben jij? Nee, hij raalde die griffel. Jij raalde dat, oké. Even kijken, daar staat vast niemand binnen. Hier dan. Oké, ik ga gewoon even hier naar boven toe. Dan ga ik gewoon even kijken. Daar geen... Want die blacksmith die heeft zo'n... Is dat de blacksmith? I don't know. Ik kan het niet zien. Dat is het veelste van alles. Allemaal wortels er bijna op. Jezus. Moet ik nou serieus gewoon meloenen gaan ruilen met hun? Duh. Maar ik wil gewoon zien wat die blacksmith heeft. Want hij kan ook enchantment books geven, hè. Hij kan echt gewoon een paar awesome deals. Het is zeker de meest waardevolste villager. Ben jij de blacksmith? Nee. Jij bent gewoon lelijk met je porkchops. Is even jullie de blacksmith? Nee. Waar is die verkrekte blacksmith? Oké, okay, wat ruil jij als jij die weed ruil kerel bent? Oké, leuk. Nee, hij ruilde die bookshelf. Sorry, oké. Okay. Of kan hij enchantment books ruilen? Ah, ik weet het niet meer. Waar zijn alle villagers die blacksmith zijn? Wacht, dat is blacksmith. Ja! Halleluja! De zon komt onder achter hem. Oké, okay, wel. Kom hier. Geef mij dit. Geef mij de pickaxe. Oké, okay, ga scheet laten. Als jij niet scheet gaat laten en mij niet te fatsoenlijk gaat geven, ga je dood. Fucking goed, Ed. Echt, nee, serieus. Ik moet gewoon weed gaan ruilen. Ik moet gewoon allemaal weed farms. Ik ga al die dingen daar zo gewoon omzetten naar weed farms. En gewoon, dan kan ik met deze emu hier zo gewoon lekker dit ruilen. Dus wat ik ga doen is ik ga hem gewoon echt lekker vastzetten zo. Kom maar. Moet je niet naar huis, kerel, anders ga je gewoon dood. Kom hier. Kom hier, zo. Gaan we naar binnen, gaan we naar huis. Zo, doe maar. Doe maar. Doe maar, gaan we naar binnen, doe maar. Doe dan. Ga hier nou in dan. Ja, oké, okay. GG. Oké, okay, snel even wat pakken. Even wat zand of zo. En u zit nog niet vast. Kutzooi. Ik ga hem vastzetten. Huppakee. Yes, de belangrijkste villager zit vast. Goed, gaan we slapen. En wel, dan gaan we maar eens volgende ochtend terug naar de jungle. In the jungle, the mighty jungle. Oké. Okay. Wel jongens. Zo, hallo. Ik heb visite hier zo. Wel jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik bedank jullie even om wat likes achter te laten. En ik bedank jullie ook voor het abonneren. En het bedanken voor mijn Twitter. Dat ga ik natuurlijk ook even doen. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Laat even een like achter. Want hoe meer likes, hoe sneller de volgende episode online komt. En wat dan zeg ik nu. Tot de volgende keer. En later mensen.